Goedenavond, Zuid-Hollanders. Ik denk dat wij zo'n beetje sinds Noach roeren wij hier in de krimpende waard. En kijk, ik weet ook niet hoe het in de toekomst gelopen, maar ik zal er in ieder geval zorg voor dragen dat ik er alles aan gedaan heb om mijn jongens moe te maken hier in dit land. Jongens, noblesse oblige, wij horen bij de groep die dit land opgebouwd heeft. Wij zijn niet de slopers. 11 maart is er een demonstratie in Den Haag. Zolang dit kabinet er zit, zolang deze minister zit, wordt de pasmelders echt niet geholpen in dit land, toch? Als de derogatie allemaal afgelopen is. Dan moet je eens even van je land alle sloten, alle bufferstroken, alle slotenkanten, moet je er eens even aftrekken. Dan kom je gewoon uit op 1 koe per hectare, hè? Wordt gewoon gehalveerd. Dus ik weet niet wat nou je grote plan is. Kijk, eind 2026, dan zie je gewoon in elk nachtkastje, in elke keukenla, ben je drijven staan douwen, omdat je er gewoon geen plek meer voor hebt. Kijk, als we nu stoppen, dan is alle acties van de afgelopen jaren is voor Jan Doedel geweest. Hè? Het ongeluk met Bert Olieman, voor niks geweest. Elke actie die we gedaan hebben, werd dat altijd geroepen. Hè? Dat het slecht was voor het imago en dat we de steun van de burgers zouden missen. En daarna onze moren staan bij de demonstratie. Dus dat is bij aankomst, is het even kort keuvelen met meneer de politieagent. En voor de rest is het gewoon één nette, strakke actie. En dat is echt door tot bitter eind, jongens. 11 maart, Den Haag, Zuiderpark, ouderdom verplicht.